3, 2, 1, go! Yo, ik ben Devin. En ik ben Team Seeker. Vandaag is de vloer lava. We gaan deze challenge aan, maar dan op onze eigen manier. Precies, het is Team Seekers tegen Team Jess en Joe. Jullie gaan het zien. Je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We hebben dus dadelijk een parcours van A naar B. Je moet op punt A beginnen en punt B is je eindpunt. In de tussentijd mag je dus niet de grond raken. En als je de grond dus wel raakt, dan heb je een straf. En ja, de straf is? Want dan moet je namelijk even gaan afkoelen. En niet alleen degene die de grond raakt, maar ook je teamgenoot. En dat doen we in het volgende parcours. Dan moet je een kledingstuk nat maken en de ander die moet een kledingstuk uit. Dus uiteindelijk ben je of helemaal zeiknat, of staat in je onderbroek parcours. Als je af bent in je run, moet je weer opnieuw aan het parcours beginnen. En je moet allebei aan het einde komen van het parcours. Dat ook nog. Nou jongens, hebben jullie er zin in? Jazeker. Yes. Let's go. Dat is punt A. Over die rand, daarheen. Dan moet je hier over die paal, dat wordt heel kut. En dan is dat blauwe hekje is punt B. Als je die aanraakt, dan ben je safe. Tim, jij represent Seekers. Ja. Ja. En Joey voor Jess & Joe represent. Doe steenpapier schaar. Wie er wint, die hoeft niet te beginnen. Steenpapier schaar. Oeh, Joey heeft er eentje voor. Nico, ja. Oké, kom op, bro. Nee! Shit. Ah, Tim, we gaan bij beginnen, jongens. Maar komt goed, komt goed, geen stress. De vloer is lava in 5, 4, 3, 2, 1. Aan het struggelen, maar het lukt hem wel. Maar ik ben ondertussen bijna bij het blauwe hek, jongens. Hoppa, dat is één. Oh, je ligt zo door die voorruit van die auto weg, gast. Yes! Oh! Yes, lekker bro. Nou, dat was de eerste parcours, hè? Ja, volgens mij hebben we best goede tijd neergezet. Hey, maar het belangrijkste, we zijn niet gevallen. Ja, toch? Precies, want je valt op auto's, dus echt kut uitgekozen. Maar goed, nu is de beurt aan Jess & Joe. Kijk hoe zij het gaan doen. Nou, ik wens je succes. Ja man, succes. Goed. De vloer is lava in 5, 4, 3, 2, 1 en go! Kijk, ze gaan wel hard, man. Ze gaan hard. En dat is één, jongens. Ja, lekker. Zo, de winnaars, jongens. Jullie waren veel sneller dan ons. Ja, dat merkten we. Alleen het laatste stukje was een beetje... Ah, je hebt het geschaafd. Ah, klote, man. Wat betekent dat? Dat betekent dus, Def, dat wij een kledingstuk uit moeten trekken of nat moeten maken. Elke keer als je af bent, eerst wordt het je schoenen die nat zijn, daarna tot je heupen en dan helemaal. Dus en voor mij is het dus eerst mijn shirt uit, dan mijn broek en dan mijn schoenen. Dus ook steeds kutter. Nou, met natte schoenen springen is dat niet is zo fijn. Echt niet zo. En daarna mogen zij wel het volgende parcours als eerste beginnen. Maar deze gaan in ieder geval weg. En jij natte schoenen, man. Oké, ja, gaan we natte schoenen halen, man. Wat moet, hè? Ja. Oh, even goed erin stappen. Heb je die trap pakken? Ja, pak die trap. Oké, dan gaan we even naar Jess brengen. Ja, is goed. Ah, gast, die natte schoenen, man. Kijk, jongens, ik laat sporen achter, hè. Dan kan je zien dat het echt nat is. Ja, inderdaad. Is hij dood? Zometeen beginnen we hier. Je gaat dat hek in. Je klimt hier omhoog. Dan kan je of daarheen en daarop, dat is punt B, hier is punt A. Of je kan hier over die rand en dan daarheen. Maar de trap is dus ook lava, deze verdieping is lava, dus je mag alleen op de hekjes. Oké, de vloer is lava binnen. 3, 2, 1, go! Juist, kijk, kijk eens gaan, snelheid. Nog geen vloer geslaagd. Ja man, eentje is binnen.
lekker, boys. Dat was een goede tijd, man. De boys waren heel snel. Ze waren heel snel, ja. Gaan we dit doen? Ja, weet je wat het is? Mijn schoenen zijn loodzwaar van het water en nat en glad. Dus ik moet even iets voorzichtiger doen. Dus dat is sowieso al in mijn nadeel. Maar ja, we gaan gewoon ons best doen, Def. Ik ga voor lava in 3, 2, 1. Let's go! Kijk, de teamwork! De teamwork! En stop, ja! Ja, deze waren wij sowieso sneller. Ja, weet je wat ik dacht? Dat is voor mijn gladde schoenen te sketchy, weet je wel. Ja. Bij deze waren volgens mij Devin en ik wat sneller. Sowieso. Oké, ja, het is nu ondertussen ook wat lekkerder weer, dat is wel prettig. Dat scheelt wel veel, maar wie van jullie gaat natte schoenen nemen? Ja, ik ga naar natte schoenen. Joey neemt wat shirt uit doen. Joey krijgt natte schoenen en dan gaan we door naar de volgende challenge. Ja jongens, laten we gaan. Ik kom hier ook gewoon altijd nog fans tegen. Ja. Stick voor jullie. Dank je. Ik ga wel op de foto. Midden in de challenge. Toch even tijd maken, toch? Ja. Tuurlijk. Dat is 1 en dat is 2. Dat is kut. Daar gaat hij wegglijden. Je hebt hier dus die palen. Nou, de challenge is nu. Vloer is lava vanaf hier. Maar je moet ook over al die palen heen. We gaan er gewoon overheen. Tot aan het einde. En tot op de laatste einde, paal? Tot de laatste paal. Als je op de laatste paal staat, dat is punt B. Maar je moet met z'n tweeën op die laatste paal staan, hè? En dit is dus punt A. Dus hier op. Vloer is lava in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Man, check. Ik ga er overheen zitten en ondertussen. Precies hetzelfde. Echt? Ja, precies hetzelfde. De vloer is lava binnen 3, 2, 1. Go, 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 go. Klimmen, klimmen, klimmen. Ah, nee, Jess is af. Jess is af. Ah, kut. Juist, drop. Deze gaat lekker, gaat lekker. Ze staan nu allebei op de laatste paal, dus ze hebben het wel gehaald. Ja, maar Jesse ging af bij de eerste paal, dus dat betekent dat hun nog een nat kledingstuk moeten halen. En Jesse moet in zijn onderbroek, jongens. Ah, nee! Nee! Nou moeten we weer opdracht gaan doen en dan... Wij gaan als eerst het parcours op, dus hij is niet zeiknat. Alleen jouw voeten zijn nog nat. Huh? Ik hou de grap. Ah, nee! 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 Punt A is deze. Hier ben je vrij van de lava. Dan, ga je hier overheen. Maar kijk dan, dit ding. Schuim van beide zijden. Ja, dat is helemaal schuim. Hier, moet je omhoog. Dan kom je hier. En dan moet je van deze naar deze. Nee! Ja? Ja? Gast, nee, ik ben bang, man. Vloer is lava in 5, 4, 3, 2, 1, go! Misschien eerst zo? Help me daar zo, ik ga gewoon deze pak gewoon. Ja, klim omhoog. Juist, 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 juist. Rij hem op. Kijk uit, kijk uit. Het stuk dan. Ja, oh sorry. Sorry voor het kind. Ja, en nu? Ja, nu. Bro. Tik-tak. Ja. Oh shit. Ja! Ja! Oké, maar deze duurde wel lang, jongens.
fuck. Sorry bro. Okay. Kijk, en nu hebben zij voordeel, want zij weten dat ze ook zo kunnen gaan. Vloed is lava binnen 3, 2, 1. Ze pakken met techniek. Oh, dit kost tijd. Oh shit. Springen, we fixen het zo meteen. 1, go! En ren! Oké, we gaan even kijken wat de tijd is hoor, want Hoe ging die jongens? Was te doen? Ja, ik vond het vrij simpel. Dat is dat weer dat ik zo gelijk zo gegaan. Ja, en we gaan even reclamebord goed zetten. Ik wil dat niet zo springen van mijn voet, echt. Want ik heb nu natte voeten, dus dat is ook nog eens een beetje... Ik denk dat ze hebben gewonnen, man. Nee, denk ik niet. Nee? We gaan kijken. We gaan nu nakijken wat de tijd is. Nou, Def, vertel maar. We hebben even gecheckt op de camera. We hebben de tijd gecheckt en we waren gewoon een dikke minuut sneller. Dus we moeten helemaal onder, schoenen uit. Ja. En dan gaan we gewoon nog een lekker parcoursje doen. Terwijl zij gewoon... Het is echt kut hoor. Helemaal nat. En Jess zonder schoenen, dat is echt kut. En even voor de duidelijkheid, nu komt de laatste. Mochten wij die verliezen, gaan wij alsnog het kanaal in het water in. Dus, er is nog kans. Kom. Yes. Oh, dit lijkt me zo kut, dit. Holy fuck. Dit is punt A. Daar is een trap, daar ga je omhoog. Bij het trappetje beginnen we beneden, dus we moeten wel via het trappetje moeten we hier naartoe. Ik weet hier niet overheen. Hoe we dat gaan doen. Dit is ook lava. Hier overheen. Maar waar jij nu staat, waar Joe nu staat, is lava. Ja. Dit stukje niet. Dit hier gaan we daar naartoe. Moet je via deze rand. Daar naar beneden. Daar? Dat is B. Dat is punt B. Er is lava in 5, 4, 3, 2, 1. Maar dat zie je zo maar weer. Als we elkaar helpen, dan kom je een stuk verder, sneller verder. De vloer is lava in 5, 4, 3, 2, 1. En ja. Alleen ik heb weer van die korte armen, hè. Challenges hebben verloren. We hebben wel de meeste challenges gewonnen, dus eigenlijk zijn we wel de winnaar. Ja. Maar we moeten alsnog helemaal nat in het kanaal springen. Wat was de afspraak? Degene die de laatste challenge verliest, gaat het kanaal in. Hun staat wel eens onderbroek, hij helemaal nat. Ja, ik ben dus de enige die droog blijft eigenlijk. De rest is wel nat. Oké jongens, let's go, we gaan het water in. Nou, daar gaan we dan. We staan hier zo voor het kanaal om in het water te springen. Jij springt van? Dat is van... onze straf, hè? Ja. Ik spring van die muur, jongens. Kijk, daar. Fuck ik ook. En ik doe gewoon even lekker dribbelkork of zo, trick naar het water. Leuk trucje voor jullie. Ik film met de GoPro, gaat goed komen. Laat hier jongens. 3, 2, 1, go!
Oké, wij zijn net uit het water. We hebben de weddenschap, de laatste weddenschap verloren. Ja, maar wel de challenge gewonnen, dus daar ben ik alleen mee lekker, bro. Ja. Check ook even het kanaal van Jess en Joe. Er zijn allemaal gekke challenges op hun kanaal. Precies. Dus zeker leuk om te kijken. En we zien jullie de volgende keer weer. Vergeet trouwens niet te abonneren en duimpje omhoog. Te liken en een leuke reactie achterlaten, jongens. Uiteraard. Yes. Later. 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 Ready? Ja. Oh, ik ben bang. Nee, ik ben bang voor deze man. Komt ie? Ja. Oké, niet doen, niet doen. Ik ben gewoon een schuif van hoofdstoten, man. Nee, oké. Nu moet ik toch helaas zeggen, als jullie willen gaan zwemmen tot het niet mag. Ah, oké. Ja, dat mag echt niet. Ah, balen. Nou, we zijn er ook nog niet in geweest. Nee. Wat voor regen het. Ja, dat dacht ik ook. Ja, sorry, ik. Oké, we hebben het in ieder geval een keer kunnen doen voor de challenge. Dan gaan we ons lekker afdrogen. En, ja, weddenschap verloren. Ja, nee, sorry, inderdaad. Oh, weddenschap verloren. Ja, ja, ja. Dus ja, we moeten even erin. Nee, op het strandje mag je gewoon lekker zwemmen. Oké, okay, dan gaan we dat misschien. Dus, oké, top. Dan kunnen we even naar het strandje gaan. Moet ik ook gaan houden. Ja, uiteraard. Nee, tuurlijk, top. Bedankt. Ja, nee. Dan gaan we lekker om de afdrogen en dan komt het goed. Oké. Yes, dankjewel. Even.